8 geslaagden hebben vandaag hun diploma als gezondheidsassistenten van de medische zending in ontvangst genomen. Het gaat om 7 dames en 1 heer. Volgens de directeur van de medische zending, Edward van Eer, zullen deze assistenten de gezondheid van de mensen in het binnenland helpen bevorderen. Zij zullen nu moeten bewijzen de volle ondersteuning te kunnen geven aan de gemeenschappen in het binnenland. Gezien de financiële situatie in het land zal het nu moeilijker zijn om te werken met minder middelen, maar dat neemt niet weg dat het werk net naar behoren zal worden uitgevoerd, zegt Van Eer. U bent bevoegd om cliënten van het binnenland in de ruimste zin van het woord te ondersteunen met hun gezondheid, in de gezondheidszorg, individueel, maar ook in groepsverband. Individueel, omdat u de ogen, de oren, de handen en de neus bent van de arts die eindverantwoordelijke is voor het gebied waarin u werkt. De opleiding tot gezondheidszorgassistent heeft 4 jaar geduurd. Een van de geslaagden, Fola Huur, sprak namens haar collega's een dankwoord uit. Zij zullen volgens haar nu alles dat ze hebben geleerd met heel veel liefde in de praktijk ten uitvoer brengen. Het waren geen makkelijke tijden, maar met de wil van de Almachtige God hebben wij het gehaald, zegt Huur. Het was niet makkelijk, maar met de hulp van God, heel veel inzet, hulp van onze gezondheidsassistenten, doktoren, docenten en niet te vergeten onze familie. Hebben wij deze meldpunt bereikt. Niet omdat wij geslaagd zijn, wil zeggen dat we alles weten. Hierbij vragen wij verder hulp van onze gezondheidsassistenten en doktoren. Na het ondertekenen van de benodigde stukken mochten de geslaagden hun diploma in ontvangst nemen. Daarna werd de pin van de medische zending hen opgespeld. De best geslaagde van deze opleiding is Stefania Huur. De diploma-uitreiking heeft plaatsgehad op het Jan van Mazijk Coördinatiecentrum.